In 2018 was het een groot succes. En wij, het bestuur van Fotofestival Hulst, wisten direct al, dit willen we nog een keer. Niet direct het jaar daarna, maar 2020 stond alweer heel snel in onze agenda. En het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de gebeurtenissen in de wereld ervoor gezorgd hebben dat we nu pas weer deze tentoonstelling hier in Hulst hebben kunnen realiseren. Maar hier staat vooral ook een dankbaar mens. Dankbaar dat we deze locatie mogen gebruiken. We zijn hier te gast bij Hulstart. Maar eigenlijk ben ik nog het meest trots op alle vrijwilligers die de komende 3 weken hier de kassa gaan bemannen. De rondleidingen zullen verzorgen. 21 dagen, iedere dag minimaal 2 keer 2 mensen aanwezig. En we zijn dan ook heel blij dat de burgemeester hier is. En ik zou hem nu graag het woord willen geven. Het is inderdaad een bijzondere gelegenheid hier. Het is al niet zo heel lang geleden dat we de World Press Photo, dat was 2018. Ja. Dat was in de decembermaanden, dus het was nog koud ook in de basiliek. Maar het bijzondere was toen, de eerste keer de World Press Photo in Hulst hadden, dat was dat de organisatie zo onder de indruk was, want ze hadden meestal waren dit soort tentoonstellingen in kerken, maar dat waren dan kerken die niet meer gebruikt werden, alleen voor tentoonstellingen of andere dingen, dus andere dingen dan de dienst. Maar zij vonden het mooie dat het nu in een basiliek was, ook dat is al bijzonder natuurlijk. De mooiste kerk van Nederland natuurlijk, dat moeten we dan ook bij zeggen. Maar ook dat daar dus gewoon nog diensten gegeven werden. En dat dus tijdens de kunsttentoonstelling eigenlijk was, ook daar gewoon een mis gehouden werd. Ja, dat was wel heel bijzonder. En dan denk ik, nou, dat is nou echt typisch Hulst. We zeggen altijd ernst en luin, hè, zoals dat bij elkaar komt. De vrolijke noot en aan de andere kant ook de emotie beleven. Ja, en dat emotie en beleven, dat is eigenlijk iets wat je nu ook juist bij zo'n WordPress-foto kan zien. Ik heb net even stiekem een beetje rondgelopen om een beetje te proeven. Maar iedere foto die je dan ziet, dan denk je, wat zie ik? Wat heeft de fotograaf op dat moment meegemaakt? Wat heeft de fotograaf willen vastleggen op dat beeld? En als je dan lang naar zo'n beeld kijkt, ja, dan doet het iets met je. Je proeft dan op de duur verdriet. Je proeft angst, je proeft teleurstelling, dat soort dingen. En dat is nou juist zo mooi om langs die kunstwerken, die foto's te lopen. En sommige foto's zijn ook weer bemoedigend. En het is ook niet allemaal in de depri natuurlijk. Maar het zijn wel gebeurtenissen die vastgelegd zijn met een bepaald doel. En dat is, maar ook ik ben trots dat het nu voor de 2e keer in Zeeuws-Vlaanderen in Hulst weer plaats gaat vinden. Dus dat is ook bijzonder. En ik wil vanaf deze plaats dan ook zeer veel waardering uitspreken voor zoals het er nu uitziet. Het ziet er gewoon gelikt uit of geklikt uit of geflitst uit of hoe je het ook zeggen wil. Geweldig. Ja, en dan de vrijwilligers. Dit zijn 21 ja. dagen en dan de ochtend en de middag, 2, dus dat zijn de 4 vrijwilligers die dan continu al die dagen bezig zijn om dat ook in te roosteren en maar ook mensen bereid te vinden om dat te doen. Ja, ik wil Laura daar even met z'n allen een geweldig applaus voor geven. Want dat is... Met andere woorden, zonder vrijwilligers is dit gewoon niet te doen. En dan zie je het enthousiasme, dat is echt op zijn hulsters. We gaan ervoor, we pakken het op en we gaan het met z'n allen regelen. En dat gaat altijd goed komen en het komt ook altijd goed. Fantastisch! Eigenlijk zou je gewoon, dat klinkt een beetje raar, hè? Een beetje maagdelijk hier rond moeten lopen. Om te kijken, wat doet die foto met mij? Maar... Dat weet ik zeker dat je er grof naast gaat zitten. Wat uiteindelijk die fotograaf bedoeld heeft. Nou, en daar is een hulpmiddel voor. Dat is de QR-code. Ja, we kunnen bijna niet zonder. Dus mijn suggestie is, ga eerst eens even gewoon rondlopen en kijken van wat zie ik. En dan daarna met die gids, die digitale gids, rond te lopen. En dan te kijken, voor mij blijft iedere foto in je mind hangen. Ik wens iedereen heel veel genoegen, heel veel plezier bij het aanschouwen van deze kunstwerken. En ik ga nu met de burgemeester officieel
de tentoonstelling openen. Want hij gaat nu zijn QR-code scannen. En zoals hij al zei, doen jullie het straks dan ook. Oh, yeah.